Ik ben in Global Dance Center in Amsterdam, waar ik praat met de cast van Heksen bestaan niet. Ergens tussen hemel en aarde zweeft de heksenarena, waar 5 sterrenheksen waken over onze wereld. Maar 1 sterrenheks is uit op alle macht. Waar ben je bezig? Te laat. Jullie zijn te laat. De zwarte komeet zal tegen de zon gaan komen. Zodra de duisternis intreedt, zullen mijn krachten groeien tot ongekende sterkte. Mijn rol is de rol van Luna. Ik ben een beetje de soort Wiskit-heks. Een beetje de intellectueel die goed nadenkt over alles en die alles goed afweegt. Ik ben een lieve heks, ja, een lieve sterrenheks. En ik maak me eigenlijk wel een beetje zorgen elke keer. Dus je hoort mij vooral in de film vragen stellen van... zou dat nou wel doen? Of zie je nou wel? Ik zei je toch dat je het niet kon, weet je, meer op die toer. Ik ben de wijze heks. Dus iedereen is in paniek, want ja, de aarde gaat misschien vergaan. En ik probeer iedereen rustig te houden en kalm te houden en zorgen dat er oplossingen komen. En ja, dat is een vrij lastige rol voor mij, want ik ben best wel een vrolijke, happy, gekke chick. En nu moest ik in één keer heel serieus zijn en heel gefocust en heel bijna koninklijk en oppermachtig zijn. En ja, dat was wel heel bizar. Ik heb ook veel geoefend voor de spiegel en zo van... ja, oké, ik heb hem. Mag je echt tegen niemand vertellen, hè? Van de week had ik een kapotte gloeilamp in mijn hand en toen ging hij opeens branden. Kun je dat ook dan laten branden? Deze hele film is speciaal voor jou geschreven. Ja, klopt. Nou, ja, ik had al een keer auditie gedaan bij deze producent. Maar toen was ik het helaas niet geworden. Maar de producent vond me toch nog supergoed. Dus heeft hij speciaal deze film voor mij geschreven. En wat deed je toen je dit nieuws hoorde? Er is een film voor jou geschreven. Ja, het was super tof nieuws. Ja, wat doe je? Springen, gillen, alles van de hele wereld. Wat je maar kan doen, taart eten. Het is donker. Mijn plan is gelukt. De krachten worden steeds groter. Was er veel tijd nodig om die kostuums aan te trekken? Nou ja, we hadden wel hulp van een CPR dus, en had wat assistenten bij zich. Maar weet je wat vooral het lastigste was? Om naar de wc te gaan met die jurk. Want je moest het dus omhoog zien te krijgen. Maar nou, ik wist niet waar ik alles moest laten. Dus iemand moest met me mee naar de wc lopen. Ik mocht wel alleen plassen. Maar die moest meelopen op mijn jurk. En dan kon ik net zo plassen. Ja. Dit krendier is de nieuwe sterrenheks. Felix, Lex. Daar is Geloof je eigenlijk in heksen? Tuurlijk geloof ik in heksen, maar ze bestaan niet. Maar dat zul je wel zien als je de film ziet. Nee, mensen hoeven zeker niet bang te zijn voor die film. Maar ze moeten wel gewoon spanning in hun buik hebben, want het is echt een spannende film. Ja, ik heb een paar stuks gezien dat echt gewoon spannend is. Gewoon hoe maar ja, Consuela heeft zeg maar ook een speciale blik, zeg maar. Maar hoe zag die blik eruit dan? Nou, ze heeft zeg maar zo'n... zo'n gemene, maar ook een blik. Heksen bestaan niet. 18 juni in de bioscoop.